Ja, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Pimblek Combo, Monkeloid voor jullie nummer 1 Pokémon Base hier op YouTube. En natuurlijk ook op Twitch. En dames en heren, het heeft weer een paar dagen mogen duren. Maar ik heb weer een paar fantastische producten binnen. En de komende dagen komen er weer een paar hele vette video's aan. Dus die moeten jullie echt gaan checken. Ik heb nu ook mijn YouTube Shorts allemaal af. Dus die komen binnenkort ook allemaal. Er komen straks dagelijks YouTube Shorts op mijn YouTube kanaal. Dus dat is super vet. Maar in deze video ga ik de nieuwe producten openmaken. Namelijk de 2 nieuwe melkpakken met Cyrus en Clara. En die ga ik in deze video openmaken en laten zien wat jullie erin of wat erin zit. Ik heb deze nieuwe producten ook nu ook op mijn webshop staan. Het heeft even wat langer geduurd. Ik ben echt ontzettend druk geweest weer de afgelopen weken dus. Was er weer wat achterstallig werk wat ik me nog moest doen. En ik heb deze al echt een tijdje in mijn magazijn staan. Maar ik had ze nog niet geopend en ook nog niet op mijn webshop gezet. Maar ze zijn echt prachtig. En daarom gaan we ze ook openmaken natuurlijk. Kijk eens aan, dames en heren. Dit is hem. De Clara met de Galarian Slowpoke. Slowbro, sorry. Slowking. En kijk wat er allemaal in zit. Er zitten dus dobbelsteentjes zitten erin. Ik ga het gewoon even zo doen. En we hadden natuurlijk de vorige keer ook al met de Professor Juniper box. Was een super mooie box. Erg populair. Er zit een mooie munt in. Dat is sowieso nice. Er zit een deckbox in. En als het goed zitten hier de packs in. Er zit echt een super mooie Clara promokaart in. En volgens mij zitten er ook nog een paar Clara kaarten achter. Ik ga ze zo eens even openmaken. Ja, zie je, dus deze zit er ook weer in. Ze zijn wel wat minder buigend, dus ik kan ze ook gewoon spelen. Dus die ga ik neerleggen. En dan hebben we natuurlijk de sleeves die er super vet uitzien. Die leggen we even apart. En hier zitten dan de booster packs in. En wat zit... Oh, er zit nog veel meer in allemaal. Even kijken. Hallo, joh. Er zit Silver Tempest in. Nog meer Silver Tempest. Er kan nog meer in, joh. Astral, Brilliant, Fusion. En wat zit er nog meer in? Er zit echt... Ik weet niet eens wat het is ook gewoon. Nou, whatever. Dat ga ik even aan de kant leggen. Zo. Deze hebben we allemaal. En dan zal dan waarschijnlijk in deze Cyrus zal wel een beetje hetzelfde zitten. Alleen dan met een Cyrus promo, geloof ik. Dus die gaan we gelijk ook even openmaken. Natuurlijk met de dobbelstenen. En dan gaan we even op de kop schudden. Hop. Die gooien we naar achter. Ja, dat zagen jullie op camera. Een hele vette Cyrus munt zit erin. Dan hebben we die sleeves. Deze sleeves zijn wel echt gruwelijk trouwens, man. Laten we heel even eerlijk wezen. Met de Hornscrow en de Gyarados. Super vet. Heel vet. En dan hebben we natuurlijk de promo Cyrus kaart. Heel vet. Of in ieder geval de Bosses Order is dat dan. Ja, deze gaat sowieso wel wat waard zijn. Ook omdat hij natuurlijk gespeeld is in de training card game. En dan hebben we natuurlijk ook weer de deckbox die er echt heel vet uitziet. En we hebben weer Silver Tempest, Astral Radiance, Burn Star Fury Style. Dus de packs zijn verder hetzelfde. Maar we gaan ze gewoon lekker openmaken. Kijken of we ook nog een mooie kaart kunnen pullen, jongens. Het is alweer een tijdje geleden hè, dat we gewoon een random pack opening hebben gedaan op dit YouTube kanaal. Super leuk. Ik heb trouwens ook een vintage Yu-Gi-Oh pack gekocht laatst op Kanto Fair. Dat was ook super nice. Die gaan we openmaken morgen denk ik in een video. Dus dat wordt super leuk. Ja, het afgelopen weekend stond ik dus op Kanto Fair. Een grote Pokémon beurs. Dat was super leuk om aanwezig te zijn. Ik heb echt een hoop van jullie mogen ontmoeten. Dikke shout-out naar jullie allemaal voor het langskomen. En voor de foto's en noem het allemaal op. Dat is echt super leuk. Laat anders even in de comments weten of jullie nog iets gekocht hebben op mijn stand. Ik heb natuurlijk super veel losse kaarten meegenomen. Dus dat was super leuk. En daarnaast is het wat heel nice is, jongens. Nou, weer geen pool. Wat wel heel nice is, is dat we wel echt richting die 10.000 subscribers gaan. Ondertussen maken we nog even een pakje Astral Radiance open. We zijn echt richting die 10.000 subscribers aan het gaan. We hebben er echt ondertussen al 9700. Dus we moeten er nog 300. Ja, en dat is gewoon niet normaal. Dat is gewoon echt niet normaal. We gaan echt als een raket. En we gaan echt als een raket. We zijn er bijna en bij de 10.000 subs. Ga ik echt een hele vette video voor jullie uploaden met vintage. En noem het allemaal maar op. Vette giveaways. Ja, het wordt gewoon insane. Nu al helemaal zin in. Ik vind het echt bizar dat we überhaupt al richting de 10.000 subscribers gaan. Ik had dat nooit durven dromen op YouTube. Helemaal ook omdat YouTube natuurlijk helemaal niet mijn main ding is. Oeh, hele mooie VSTAR. De Origin Form Palkia. Ik edit natuurlijk helemaal niet mijn video's en zo. En noem het allemaal op. Ik ben gewoon letterlijk mijn sleeves kwijt. Oh nee, liggen hier zo. Ik wou net zeggen, joh. Ik was letterlijk mijn sleeves kwijt. En ik edit natuurlijk niet mijn video's. Ik maak gewoon video's omdat ik het leuk vind. Ik vind het leuk om die producten aan jullie te laten zien. Ik vind het leuk om pakjes open te maken. Dus ik dacht, weet je, 2 jaar of 1,5 jaar geleden dacht ik van... Hé, ik ga gewoon lekker dit doen. En dan ga ik dat zoveel mogelijk doen. En dat vind ik gewoon super leuk. En ik dacht van ja, ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. En dat blijkt dus. De video's worden nog steeds gewoon leuk goed bekeken. Het is redelijk stabiel allemaal. Ik vind... Oeh, dit is een hele lekkere jongens over de Riddell VMAX Alternate Character Rare. Heel vet. Kijk, dit is lekker. Dit is lekker. En dit is waarvoor we het doen. Even die glimmende karton. Maar wat ik zei... Ja, ik doe het echt omdat ik het gewoon leuk vind. En ja, nu hebben we gewoon bijna 10.000 man die gesubscribed zijn op mijn YouTube kanaal. Ja, dat is toch gewoon wel gewoon nice. Ja! Ja, dat dacht ik. Chimchar, Minchino, Baltoy, Snorrent. Oeh, weer een hele mooie Training Gallery. Full Art, de Café Master en de Flygon. Hé, we zijn gewoon weer helemaal terug, hè. Kijk, gelijk weer een paar lekkere pools vandaag. We hebben al wat twee mooie promo's. We hebben de Droodle Dome, de Café Master. Kijken of we een mooie kunnen poelen uit de Fusion Strike. Want daar zitten natuurlijk drie prachtige alternate arts in. Natuurlijk de Espeon, de Gengar en de Mew. Daar gaan we. De Meryl, de Bunnery en helaas niks. Helaas pindakaas. Maar we hebben natuurlijk al drie mooie pools. Nou, dames en heren, Scarlet en Violet is natuurlijk ook al weer even uit. Bijna een week alweer. Gaat super hard. Ik moet wel zeggen, de hype is snel gaan liggen. Want helemaal omdat de set natuurlijk niet zo groot was. Ik heb de set natuurlijk al compleet. Ik moet nog wat dingen in de map schuiven. Wat comments en zo. Dat ga ik misschien wel van het weekend doen. Ik zou nog een master set video maken. Daar ben ik ook nog niet aan toegekomen. Ja, ik ben gewoon ontzettend druk, jongens. Daar moet je hier soms een klein beetje respect en begrip voor opbrengen. Het spijt me. Ik doe echt mijn best. Maar ik heb het gewoon heel druk. Met mijn webshop. En noem het allemaal op. Met beurzen die er aankomen. De komende weken ben ik ook veel in het buitenland. Volgende week is misschien wel leuk om even vast te vermelden. Ik ga volgende week een video opnemen. Oeh, met niemand minder dan Pokéglowy uit Engeland. Dus dat is superleuk. Grote Engelse YouTubester. Vrouwelijke YouTubester natuurlijk. En Pokédean ga ik ontmoeten. Of ontmoeten, ik ken ze al. Maar die zie ik volgende week weer in Engeland. Daar ben ik daar. Over 2 weken ga ik naar Frankrijk. Dan ga ik naar een hele grote cardshow. En wat misschien ook wel leuk is om te vertellen... is dat ik in augustus... ga ik 2 weken naar Japan. Natuurlijk, ja, als je van Pokémon houdt en van anime en van dat soort dingen en je bent een beetje een nerd, ja, dan is Japan natuurlijk de beste plek op de planeet, denk ik. En natuurlijk in augustus is het wereldkampioenschap Pokémon is in Japan. En daar ga ik natuurlijk ook naartoe. En vlak voor dat WK ga ik ook zelf nog rondreizen in Japan. En dan ga ik superveel video's maken. Ja, ik ga daar video's maken. Ik ga daar naar een toernooi. Ik ga daar streamen. Noem het allemaal maar op. Ja, en dat wordt gewoon super vet. Ik heb daar echt ontzettend veel zin in. En ik ga jullie helemaal meenemen in die reis. Dat wordt super leuk. Ik ga samen met een andere content creator. Ga ik daarheen. En we gaan samen video's maken daar. Dus dat wordt super leuk. En ik hoop dat jullie daar dan ook allemaal bij gaan zijn in die video's. En dan gaan we daarna uiteindelijk naar het wereldkampioenschap Pokémon. Ja, en daar ja, zijn natuurlijk de wereldkampioenschappen. Er worden ook weer een hele hoop nieuwe producten aangekondigd. En daar ga ik natuurlijk ook weer video's over maken. Nou, dames en heren, we gaan naar de laatste 2 packs. Ik zit eigenlijk alleen met de Ahoe, maar dat komt, ja, ik heb gewoon 3-4 dagen geen video geüpload. En dan moeten we gewoon weer even een beetje bijkletsen. Esper, Dratini, Ninetales en Lilligant. Dan moeten we soms ook gewoon een beetje bijkletsen. En dat hebben we bij deze gedaan. Komende dagen komen er sowieso weer wat meer video's online. Ik heb weer aardig wat producten. En zoals ik al zei, ik heb ook nog een mooi vintage ding. Ik heb nog een compilatievideo die er aankomt van een paar hele vette vintage packs die we hebben geopend. En die komen er ook nog aan. Dus ja, er komt nog super veel vette video's aan. En ondertussen hebben we deze geopend. We hebben deze 4 prachtige Pokémon kaarten gepoeld. De Hisuian Typhlosion V, Café Master Full Art, de Droodle VMAX en de Origin Form Palkia VSTAR. Jongens, dames en heren, dat was de video alweer. Dat was de video alweer. Ik ga hem even op full screen zetten. Ik hoop dat jullie blij zijn dat ik weer terug ben. Komende dagen dus gewoon weer lekker veel video's. YouTube Shorts komen er dus aan. En ook op TikTok ga ik meer actief zijn. Love naar jullie voor het altijd supporten van mijn video's. En ik zie jullie allemaal morgen weer bij een nieuwe video op dit kanaal. Hey yo!